Mami! Mami! Hij gaat me grijpen! Lieverd, lieverd, wie gaat je grijpen? De president! Ik zag hem! Hij gaat me grijpen! Crystal, de president gaat je niet grijpen. Maar ik zag hem! Kijk wat ik je heb verteld. Het is dat liberale schoor waar ze naartoe gaan. Of vullen ze met al die soort onzin. Lieverd, de president doet zijn beste werk wat hij kan. Een liberale school is gewoon aan het proberen om je te overtuigen dat hij gevaarlijk is. Maar papa! Maar daar is geen gemaar. De president is in het Witte Huis. Niet hier om je te proberen te grijpen, oké? Oké. Morgen gaan we met die school praten. Slaap zacht, lieverd. Hey, hoe zijn mijn goedkeuringsbeoordelingen? De laatste rapporten zeggen nu dat er meer dan 1 miljoen Canadezen zijn omgekomen bij de nucleaire explosie. Door de Amerikaanse president gegooid, de bom heeft de hele stad Toronto verwoest. En de gevolgen zullen naar verwachting de komende dagen nog eens duizenden mensen het leven kosten. Ike, het spijt me dat ik ervoor heb gezorgd dat er een atoombom op Canada is gevallen. Weet je, ik probeerde gewoon alleen de series die toxic waren gewoon te stoppen. Weet je, die shows kunnen heel schadelijk zijn. Oh, stop met die slachtoffer te zijn. Jezus Christus. Wat ik wil weten is wat jou had recht geeft. Om jouw politieke opvattingen aan mijn kinderen te prediken. Mijn dochter werd wakker van nachtmerries dat de president haar wou grijpen. Omdat er toevallig 2 liberale directeur en onderdirecteur waren, zijn mijn kinderen niet hersenspoelen. En we hebben nu wat meer grotere problemen, meneer. Het is White, Bob White. Waarschijnlijk nog nooit van onze familie gehoord, hè? Op de White zijn hier al sinds het begin. Niet wat het uitmaakt. Niemand geeft op de White. Tuurlijk, iedereen heeft wel wat problemen. Is iemand ooit gevraagd aan de White hoe het met hun gaat? Meneer White, we verzekeren u dat onze school zeer professioneel manier runnen op persoonlijke emoties niet in de weg laten staan. Oh, zeker niet! Weet je hoe hard ik moest vechten om met jullie te kunnen praten? Oh, wie wil met de administratie praten? Oh, zijn het maar de Whites? Ach, wie geeft er nou om de Whites? Ze zijn vast oké. We hebben het gehad met je. Loving you is wrong, I don't wanna be right. I wanna be right. En verdorie, we worden niet genegeerd. Spijt me, maar hoort iemand anders hier ook? I don't wanna to be right. Heel erg stilletjes. Mr. en Mrs. White. We beloven dat er niets zullen laten gebeuren en dat de integriteit van deze school in de twijfel zouden kunnen trekken. Ik denk dat het de enige is waar de Whites tegenwoordig op kunnen hopen. Hey! Hoe is dat bij goedkeuringsbeoordelingen? Het is de president! Wacht! Kom terug! Wat is er mis? Nog steeds geen woord over de president voor zijn spetterende tomaat. Goedkeuringsscore. Af naar een ongekende 3%. Plaatst de president lager dan Not Job 2, Nutty by Nature. Tussentijd, de Canadese prime minister, Mr. Trudeau, roepte dat de Canadezen sterk moeten staan. Maak geen fout, Amerika. Wil je de president niet overhandigen? Zullen er ook nog zijn, net zoals die je nog nooit hebt gezien. Canadezen zullen samen opkomen. Ik roep alle Canadezen samen om bij hun land te blijven. De president van Amerika moet antwoorden voor zijn daden. En alleen Canada kunnen hem tot gerechtigheid brengen. Nou, Tweek, alles komt in orde. Ik zeg het, Craig, je moet me geloven. Hey, wat is er aan de hand? Tweek heeft een paniekaanval. Het is echt! Hij probeert me te grijpen. Wie? De president! Het zat maar in je hoofd, Tweek. Het zat niet in zijn hoofd. Ik zag hem ook.
Jij zegt de president? Bij de steengroeven. Maar ik geloof dit niet. Ik zei zo van, hoe kan dit zijn? De president zijn? Ik zag hem ook. Hij had een blauw pak en een oranje gezicht. En hij vroeg steeds, hoe zijn mijn... Hoe zijn mijn goedkeuringsbeoordelingen? Ik zag hem ook. Gast, komt dit niet allemaal bekend voor? Ik zag zoals dit hetzelfde. Een show dat genaamd Stranger Things. Stranger Things is de show. Ik zag hem ook. Maar wacht. Is Stranger Things niet net zoals die film? Net zoals die film It. Zag je hem ook? Ja, ik zag hem in de bioscoop. Ik zag Stranger Things en It. Jezus. Ik denk dat niemand hier zich iets verbeeld. Ik denk dat de president hier is. Jullie moeten ergens binnen gaan zitten. Je moet de stad waarschuwen. Ah! Hey, jij moet er wel iets aan doen, ja. Hey, jij moet er wel iets aan doen, ja. Oké, mensen, alsjeblieft. Zie iedereen dat ze zorgen dat ze rustig blijven. Hoe kunnen we rustig blijven terwijl de president daar buiten is om onze kinderen bang te maken? Luister, we willen allemaal dat de president uit onze stad weg is. Het hangt alleen vanaf hoe we het gaan doen. Ik weet dat jullie allemaal van hem af willen. Dat is niet waar. De wijze is nog steeds de president. Godverdomme. Bob, hij zit daar buiten ons huis hier te eten en kinderen te terroriseren. Ik denk dat soms Hillary het beter had gedaan. Waar zit de Bob? Ja. Ik zeg het maar gewoon. Luister iedereen, ik heb nu hier een team gezorgd dat ze hem proberen te lokaliseren, de president. Waarom vond ik hier agent Bright hier? De leider is van de zoektocht. Hey iedereen, ik weet dat jullie allemaal bezorgd zijn, maar we willen jullie allemaal voor zeker zijn. We er alles aan doen om hem te grijpen. Om de president te zoeken en hem veilig wegzetten. Dus dat de president een spetterende tomaat gaf. Heel erg lustig en heel erg gevaarlijk. Nader hem dan. Eet. Probeer niet met hem te redeneren. Het allerbelangrijkste is, hij is nog steeds de president. Je kunt hem niet neerschieten. Oké. Je mag zelfs niet erover praten dat je hem wilt neerschieten. Doe zelfs geen terughoudende satirische kijk op het neerschieten van hem. Oké, goed. Wat wij hier proberen te doen is gewoon de president wegjagen. We gaan hangsloten zoals deze uitdelen. Zodat iedereen zijn afval kan opsluiten. Als we de president geen eten geven, gaat hij hopelijk gewoon verder. Zou je nog vragen? Wil je het hebben over een vriend die hem neerstelt op een sarcastische manier? Nee. Het is gewoon het beste om dit soort gesprekken helemaal te vermijden. Bedenk dat ze met jou kunnen doen wat ze met Kevin Griffin hebben gedaan. Maar 30 jaar lang niet grappig maken? Dat klopt. Dus het beste is om gewoon je afval op te bergen en te kijken of we de president zover kunnen krijgen dat hij weggaat. Jezus. Nu worden kinderen vermist. Worden binnenkort allemaal vermist. Ja. Kyle. Dit is mijn schuld. Ike heeft het hef op eigen handen genomen. Ik moet hem vinden. Wij zullen je helpen. We zullen je allemaal helpen. Jongens, dit kunnen heel gevaarlijk zijn. Jij gaat niet mee. Je zei dat vanavond een dateavond was. Lieverd, die is een beetje meer belangrijker dan onze dateavond. Oh, dus Kyle's broertje is vermist en ik word genaaid. Waarom word ik altijd overal geshit? Niemand hoeft met me mee te gaan. Wat is het, Kyle? Wat dacht je, omdat ik vroeger je verliefd op me was en ik heb je afgewezen? Ik ben nooit... verliefd op de persoon die je nu bent. Kom op, jongens. Kijk, als wat we nu moeten doen. We hebben het allemaal gezien. It en Stranger Things. Zoals de rugtassen halen en naar het bos gaan. In de stad van een gemene ding. En er zit een jaren 80 muziek. Hallo. Komen jullie vandaag bij ons eten? Ja. Hier met onze leerling van de dag, om hem lunch te belonen. Met de directeur en de onderdirecteur. We hebben gereserveerd. Oké, je achternaam? Woman. Voornaam? Strong. Oh ja, Strong Woman, ja hier staat het. Een mooie kraapje daar klaar voor je gezet. We kunnen dit niet blijven doen. Mensen gaan het al doorhebben. Wij is goed dat ik de meest geweldige, perfecte, mooiste vrouw onder heb op werk. Niemand zal het begrijpen. Misschien wel. Coworkers die verliefd zijn. Denk je echt dat het mensen zal wat schelen? Nou, zullen we al bestellen? Hallo.
Wat doe je, Bob? Ah! Bob! Ah! Heb je soms eten neergelegd voor de president? Ik bracht gewoon deze broodjes naar de vuilnis. Ging er allemaal mee eens om hem niet te voeden. Want hij weggaat. Ik ben niet allemaal eens geweest. Jullie zijn egoïst geweest. Dus hij heeft aan de whites gevraagd hoe zij zich voelen. Wat kan het wat schelen wat de whites wat te zeggen hebben? Bob, kom op. Moet wel weten dat het niet veilig is om hem hier niet te hebben. 2003, Hillary Clinton... af en toe het vooruitstekend te hebben aangenomen van buitenlandse diplomaten. Heeft er dat ermee te maken, Bob? Kom op. Het is fucking waar! Bob, als Canada erachter komt dat de president zich hier verstopt, gaan ze ons met kernwapens bombarderen. Hij moet gaan. Hillary zou niet beter zijn geweest. Geef me de broodjes. Prima! Hier, pak maar. De whites hun broodjes. Ze hebben alles al afgenomen. We are the best of Valencia. I'm down doing it for you. We're so bad, we know we're good. Oh, your mind like we knew. We're not here to start no trouble. We're just here to do Super Bowl Shuffle. Gast, is dit de jaren 80 muziek? Ja, het is Pandora. Jaren 80 channel. Skip naar het volgende nummer. We proberen hier wat gotische dingen te krijgen om de squad te verslaan. Beter jaren 80 muziek, beter dan dat is nodig. Gloria! You're always on the run now. Running after somebody. Gotta get him somehow. And you've got to slow down. Adi. Ah, lieverd, wat doe je? Dit is de plek. Dit is de plek waar ik het allemaal heb geëindigd. Dit is de plek waar ik mezelf heb weggegooid en Twitter voorgoed heb gestopt. Ik was toch zo anders. Ik was zo naïef en hoopvol. Ja, lieverd. Kunnen we nu weggaan, alsjeblieft? Sorry, ik heb hier even mijn moment nodig. Dit is hoe onze hele relatie is begonnen, klotzak. Het raakt me erg diep. Evert, ik hou hier zoveel van je. Het spijt me zo erg, jongens. Ik herinnerde dat ik niemand had. Magere trut. We moeten verder, jongens. Tel me niet dat je nog niet steeds niet de president hebt. We hebben de president nog steeds niet weggejaagd. Het is nog een slechtere nieuws. Er zijn een groep kinderen vermist. Wat? We moeten denk ik geloven dat de president ze hebben opgegeten. Waarom ben je hier met me aan het praten in plaats van de president te vinden? Maak je geen zorgen, we zijn er dichtbij. Hij is ergens in het bos. We hebben een vossenval gezet. Een vossenval? Oh, Fox News. Zij zullen wel naar me luisteren. Zij krijgen mijn kant van het verhaal wel goed. Het is een val! Wat? Het is een vossenval, meneer de president. Godzijdank voor de whites. Hold on to the night. Ike! Ike! Hold on to the memories. Gast, kom op. Dit is niet zo'n coole jaar 80 muziek. Hold on to the night. Richard Marx, 1988. Hebben wij echt muziek nodig? Ja, Greg heeft gewoon alleen het verkeerde. Kijk je Pandora. Ik gebruik Spotify. 80 muziek, oké. Daar. Ja, Pac-Man Fever. Pac-Man Fever. Pac-Man Fever. Oh ja, dat is veel beter. Kunnen we alsjeblieft gaan? Ja, Pac-Man Fever. Pac-Man Fever. I'm going out of my mind. Pac-Man Fever. Hier is het. Ike? Wacht eens even. Ben je, zijn we niet eerder bij deze plek geweest? Je zei dat je vrienden je telefoon kapot gemaakt. En computer? Ik herinner dat ik ze schuldig voor je voelde. We zaten in de park voor uren en we praten uren. Waarom doen we het nu niet meer? Oh fuck, daar gaan we weer. Hier gaan we wat? Je moest zo aardig tegen me doen. Het vroeg ook zo aardig. Ik probeerde, maar toen rolde je heel je ogen als ik met je probeerde te praten. Ja. Hij is hier ook niet. Gast, beslis je broertjes als hij is op zoek naar de president. Je begrijpt de Canadezen niet. Ze zijn zeer loyaal aan hun land. Als Canada wordt aangevallen, doen ze allemaal mee aan de strijd.
Randy! Wat? Ze hebben hem! Ze hebben de president gevonden! We hebben zijn verstopplek gevonden. Daar! Iemand moet hem eruit trekken. Ik zou klaar staan om hem vast te maken. Ik doe het wel. Hey! Vergeet niet. Hij heeft een dier te eten. Hij heeft als een monster. Dus, maak je klaar om het wat je gaat zien. Oh mijn god! What the? De directeur en de onderdirecteur. Ik zei toch dat we dit kunnen verbergen? Maar... Maar jullie twee werken... Jullie twee werken zo... Hey, wat is er aan de hand? Ze zijn samen! Wie samen? De directeur en de onderdirecteur. We kunnen niet samenwerken. Ze zijn co-workers. Bruh! Wacht, wacht. Je bedoelt dat hij elkaar superieur is en dat ze daar binnen waren. Bruh! Wie zou zijn penis in een co-worker zetten? Playing with the Queen of Hearts. Bungie's really smart. Joker ain't the only fool. Do anything for you. Oh mijn god, kijk! Dit is Ike Verrekijker speelgoed. Hij was hier, Ike! Ik ben in deze plek ook. Hier heb je me gebracht tijdens Halloween. Herinner je je nog? Ja, lieverd, was het niet romantisch? Nee, het was niet romantisch. Er was een heks die ik bedreig als Grietje. Je probeerde me te vermoorden. Lieverd, je zorgde ervoor dat ik te laat was bij het pompoenveld, weet je nog? Ik was gekwetst. Jij was gekwetst. Jij was het slachtoffer. Ik ben blij dat je het begrijpt. Wie heeft je zo veranderd, Heidi? Hey, je kop, magere teef. Heet niets. Heidi, ik denk dat griezelige boswandeling ervoor zorgt dat je het een beetje kwijtraakt. Jongens! Ik ben serieus gehydrateerd en ben aan het verhongeren. Ik ben zat met deze shit! Ik ben er aan! Hebben we hier al gezocht? Is hij daar gegaan met haar vriendje? Hebben. Ik heb net gepraat met de McCormicks. Ik heb Tweek of Greg al sinds gisteren niet meer gezien. Randy! Heb je iets gevonden? Sharon, ik... Wat is het? Wat heb je gevonden? Vertel het me! Je moet het me vertellen! Oh god, wat heb je gezien? Dat wil je niet weten. Je moet het me vertellen, ik kan het aan. Heb je ons zoiets arm gevonden? Heb je hem apart gevonden? Wat? De directeur en de onderdirecteur zijn samen. Yeah! Ah! Het is de president! Ja. Ike! Kyle! Stel, je bent in orde! Ja, we zijn in orde! We hebben hem! We hebben de klootzak! Naar achteren! Iedereen naar achteren! Doe het nu! Kom hier, familie! Op! In godsnaam, dat gaat bijna tegen een oorlog in! Wil je weten waar oorlog is? Het is oorlog in Kerstmis. Wat geeft erop dat? Raad eens wie erom kerst geeft. The Whites! Dus deze man probeert Kerstmis te redden. Dat is waar. Hij probeert Kerst niet te redden, Bob. Blijf rotlopen en maak de kinderen bang. Blijf poepen in het bos. Kom op, Bob. Wat is het beste voor je dochter? Ik bedoel, kom op. Jij stinkt, strunt! Dit is allemaal jouw schuld. Je hebt me... Gecontroleerd! Je hebt me gemanipuleerd!
Hij heeft me zo veranderd. Lieverd, leg het wapen neer. Oké, lieverd? Ik was vroeger aardig. Ik was ook liefdevol vroeger. Maar dan jij. Jij. Wacht. Niet jij. Ik. Ik deed dit. Ik heb een slachtofferschap uit manier van leven laten gaan. Als je altijd jezelf het slachtoffer maakt, kun je rechtvaardig zijn dat je vreselijk bent. Eric, het spijt me. Ik maak het uit met je. Lieverd, doe niet zo belachelijk. Ik ben belachelijk geweest. Ik moet stoppen met mezelf schuldig te voelen. Eddie, je maakt niets met me uit. Ja, jawel. Het is voorbij. Ik ben bang dat ik het je niet kan laten doen, lieverd. Achteruit, ik zweer het, ik doe het. Het werkt niet meer, Eric. Als je het met me uitmaakt, mag ik mezelf moord plegen. De keuze ligt aan jou, Eddie. Kom op, iedereen. Eric, wil je dat doen, schat? Het spijt me. Jij kunt een slachtoffer zijn, ik niet. Heidi, Eddie, ik ga toe. Hier gaan we dan. Eddie, we zijn... Hij is vrij. De president is weer op vrije voeten. Hij zal nu iets nog meer wanhopiger zijn. Het wordt erger. We kunnen hem niet vernietigen. Toch? Geen idee. Ik denk dat het aan de Whites ligt. Huh?